Van de jezuïetencolleges wordt heel vaak gezegd dat het elitaire scholen zijn, maar dat zijn wij, het Xaverius College, helemaal niet. Wij hebben heel veel nationaliteiten, wij hebben heel wat andersgelovigen, moslims, Marokkanen, Turken, ja, heel veel nationaliteiten. En wij zorgen eigenlijk voor allemaal dat ze mogen groeien, mogen ontwikkelen tot heel goede mensen die voor andere mensen in hun eigen gemeenschap later ook heel veel kunnen betekenen. In deze school ben ik al 21 jaar leerkracht fysica. Ik heb ervoor nog wel een aantal jaar in andere scholen gestaan en ervoor nog in de privé gewerkt. En van daaruit ben ik heel bewust naar het onderwijs gegaan. Ja, loodrecht inderdaad op de helling. Die 10 bewegingen van ons opvoedingsproject, ik vind die zeker en vast hedendaags. Een aantal kan je heel concreet in je eigen lessen inbouwen. Kan je heel concreet naar situaties van leerlingen ook toe projecteren. De belangrijkste vind ik eigenlijk de eerste, dat is het vertrouwen. Dat vind ik iets heel belangrijk. Daar probeer ik ook altijd naar te werken in de klas in het begin van het schooljaar. Dat er vertrouwen is tussen hen en mij. Want anders kan je niet werken of kan je ook niet vragen bij bepaalde proeven van zeg eens een keer wat dat je denkt dat het antwoord is. Er moet voldoende vertrouwen zijn langs beide kanten, opdat zij ook foute antwoorden zouden durven geven. Niet dat ze weten dat dat fout is, maar dat vind ik wel een heel belangrijk iets. Dat ze durven in een veilig klimaat hun antwoorden formuleren. Want die denkprocessen hebben we nodig om dan te komen tot bepaalde concepten enzovoort. Het nieuwe opvoedingsproject vind ik beter en sterker, omdat er nu ook zeker en vast in staat God zoeken in alle dingen. Ik vind dat wij als jezuïetencolleges of gewoon als christelijke school, maar in het speciaal geval dan jezuïetencolleges, God moeten durven blijven noemen. Ik denk dat het ergste zou kunnen zijn dat er zal gebeuren van dat wij onze eigen identiteit verliezen. En dat zou ik verschrikkelijk vinden. Naast het lesgeven ben ik ook lid van de pastorale groep bij ons op school. Dat betekent dat ik een aantal zaken, vooral praktische zaken, meedoe, waaronder het versieren van de zuil in de driehoek. Dat is op onze school een centrale plek waar bijna alle leerlingen passeren. Als ze naar hun klaslokaal gaan, ook de collega's passeren daar. En dat vormt dan op die manier een mooi centrale plek in ons school. Vandaar dat aan de zuil ook heel vaak een tekst zal hangen waarin het woord God voorkomt. Die kan natuurlijk geïnterpreteerd worden door elke leerling op een andere manier. Wie God is voor hen, dat hoeft niet dezelfde God te zijn, maar ik vind het wel heel belangrijk dat wij dat ook als christelijke school, als jezuïetenschool, durven blijven noemen. Naast lesgeven ben ik ondertussen ook al mijn 8e schooljaar pedagogisch begeleider voor het vak fysica. Dat betekent dat ik leerkrachten begeleid en help, hen tips geef, klasbezoek doen, examens mee nakijken enzovoort. De begeleiding kan perfect gekoppeld worden met ons opvoedingsproject. Eerst en vooral de cura personalis. Betekent zorg voor elke persoon. En dat gaat dus even goed tussen begeleider en leerkrachten. Want dat betekent dat ik ook mee voor hen moet zorgen dat zij het goed doen. En ook mee dat zij ons opvoedingsproject verder kunnen onderschrijven. En ook van daaruit gaan handelen naar de leerlingen toe. Dus dat het ook niet alleen beperkt blijft, de band begeleider-leerkracht, maar ook leerkracht-leerling is daarbij ontzettend belangrijk. God zoeken en perspectieven zoeken of perspectieven vinden, zien. Ik probeer altijd 's morgens het eerste lesuur een gebedje voor te lezen. Op een keer was ik met de kinderen het bos ingetrokken. En ineens zei Saskia: God is in de bomen. Nu, Saskia is een blij en diepzinnig kind.
En ze had wel meer van die plotse uitspraken. Maar deze, die vond ik toch wel heel merkwaardig. Zit God in de bomen, vroeg ik verwonderd. God zit niet in de bomen, God is in de bomen, zei ze. Ach zo. En we zwegen een poosje. Zelf was ik er heel stil van geworden. En dan waagde ik mijn laatste vraag. En in de mensen? Is God in de mensen? Wel, zei de kleine Saskia, dat hangt ervan af. Als ze bewegen, wel. Ja.